Welkom bij de vierde Clash Royale video. Ik heb er ontzettend veel zin in. Hebben jullie er ook zin in? Doe dan alsjeblieft even een blauw duimpje omhoog. De vorige aflevering heb ik legendarische Arena 12 bereikt, waar ik ontzettend trots op ben. En nu ga ik, om dat te vieren, ga ik deze speciale aanbieding kopen voor €27,99. Dat heb ik voor jullie over. En dat is echt een mega pack opening. Eigenlijk elke video tot nu toe die ik heb gehad heeft wel een mega pack opening gehad. En hieruit krijg ik maar liefst een legendarische, 50 epische en 250 zeldzame kaarten. En daarbovenop komt nog even 100.000 goudmuntjes. Nou, hoe leuk is dat? Dus dat ga ik sowieso halen. Maar wat ik ook ga doen, en dit heb ik nog niet eerder gedaan, en ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan gaan vinden. Ik ga even wat potjes spelen met wat clangenoten van mij. En de clan die zit helemaal vol voor de mensen die het zich afvragen. Ik wens mensen altijd heel veel succes trouwens aan het begin van het potje. En dat doet Dan en nu ook, dankjewel. En ik ben heel erg benieuwd of dit goed gaat komen. Ik speel wel vaker met mijn clangenoten. Ik heb wel een paar hele goede in mijn clan zitten. Ik kan er straks wel even een paar van laten zien, mochten jullie benieuwd zijn namelijk. Hebben jullie vragen voor mij, zo van, yo Enzo, dit wil ik heel erg graag weten. Of hoe doe je dat, of hoe doe je zus, of hoe doe je zo. Dan laat het aan mij weten, die antwoorden kan ik jullie allemaal geven. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Dus dat moet goed komen. Dit is een lekker begin. Hun toren is al aardig beschadigd. Hier ben ik trouwens ook wel blij mee, dat we aardig gelijk opgaan aan levels. Als je gaat kijken naar hun zijn bij elkaar, want ze zijn met, dit is 2 tegen 2. Zijn ze bij elkaar level 10. Ik ben ook samen met Danne level 10. Ik hoop trouwens, Danne, dat ik je naam goed uitspreek. Oh, balen. Dat is echt heel erg balen. Oh, en dan nu gaat het ook meteen helemaal de mist in. Hè? Oi, 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 oi. Hij miste namelijk die grote raket. Dus dat is wel even vervelend. Oh, en waarom zette die ijstovenaar tegen die toren aan? Die kreeg 1 damage van die... van die tovenaar. Hij zegt ook oeps, dus waarschijnlijk weet hij het ook wel. Maar geeft niet. Niks aan het handje. Het kan nog van alle kanten opgaan. Sowieso, als die timer eenmaal op 1 minuut staat, dan gaat die elixir zo snel. Er kan van alles nog gebeuren. Je hebt namelijk je kan bijvoorbeeld een deck hebben. Wat, we gaan gewoon eens via die rechterkant kijken wat er dan gebeurt. Je kan namelijk een deck hebben die super goed is, maar waar je wel per se mee moet winnen. Als je bijvoorbeeld... Die bliksem moet even dood, zo. Je kan bijvoorbeeld een supergoed deck hebben, maar daar moet je gewoon mee winnen, boven de 1 minuut. Anders dan ben je gewoon helemaal de kluts kwijt, als die andere bijvoorbeeld allemaal hoge kaarten gaat gebruiken. Bijvoorbeeld een grote P.E.K.K.A. Of allemaal reuzen en dat ook nog eens gaat klonen, oh, dan ben je helemaal de sjaak, joh. Oké, dit gaat de goede kant op. Die vleermuis die had ik net op het goede moment neergezet. Oké, hier doen we even een varkensruiter. Oh, die rechterkant van ons, die is echt gedamaged, joh. Dat is niet normaal. Jeetje, doe eens even normaal. Zo, dat is zo lekker om te zien, hè. Vinden jullie dat ook? Dat als er zo'n heel skeletleger is, dan gaat zo'n lekkere boomstam gaat er even overheen. Oeh, heerlijk is dat. Ik doe een vuurbal. Ik heb zo'n gevoel dat ik... Ah, net niet goed verplaatst door mij. Dat is altijd een beetje een risico. Dat is net zoals je een varkensruiter inzet. En dan daarachter doe je meteen een... gaat het nog goed komen. Het ziet er niet naar uit. Het ziet er niet naar uit dat het nog goed komt. Al helemaal als die toren ook nog eens heeft. Ja, die heeft niet. Ai, ai, ai. Geen eens 1 kroon. Geen eens 1 kroon, dames en heren. Dit is toch wel om te huilen natuurlijk. Dit is geen goed begin van de video. Nou, weet je wat wel een goed begin kan zijn? Dat is dit. We gaan deze gewoon nu... Nu ik heb verloren, moet ik dit gewoon meteen openmaken, vind ik. Oeh, daar gaan we. 10.000 coins. Ook nog eens bovenop die 100.000 die ik dus net heb gekregen. Oh, je kan kiezen. Je kan kiezen met zoiets. Oké, dan kies ik voor de ridder. Want die heb ik in mijn deck zitten. Dit vind ik wel heel erg leuk. Ik vind dat kiezen vind ik sowieso heel erg leuk. Ik ga voor die gunstelingen. 40 gunstelingen. Helemaal prima. Die ga ik ooit nog wel eens gebruiken. Ik heb ze al level 10, dus dat gaat de goede kant op. Oeh, deze is moeilijk. Wat ga ik hiermee doen? Oei, oei, oei. Ik denk toch dat ik voor die elite barbaren ga. Daar voel ik me toch wat fijner bij. Want die wil ik op zich ook wel hoger level hebben. En dan kunnen we hier kiezen uit deze twee. En dan ga ik sowieso voor deze. Voor de koboldenbende. Die vind ik veel fijner. En ik zie namelijk dat heel veel mensen die gebruiken...
Dus op zich kan ik daar wel een voorbeeld aan nemen, denk ik. Woede. Ik ga sowieso voor woede. Let maar op welk level mijn woede is. Juist, level 6. En die wil ik heel graag level 7 hebben. Dat zou ik zo episch vinden. Ik gebruik hem nu niet meer voor mijn deck. Maar ik ben super hoog gekomen met woede in mijn deck. In combinatie met de houthakker. Dat is een hele goede samenspel, vind ik. Oké, wat ga ik hier doen? Ik denk voor de Valkyrie. Ja. Want die zie ik best wel mensen die heel veel bekers hebben gebruiken. Dus ik denk dat het wel handig is als ik daar veel van achter de hand heb. Dat mocht ik ooit een deck samenstellen waar die Valkyrie in voorkomt. Dat ik die wat kan upgraden. We krijgen sowieso een legendarische. En deze. Wow, yo. 42. Meen je deze? Nice, die kan ik level 6 maken. En dan nu de legendarische 2. Waar kan ik uit kiezen? Boeia! Lekker dit hoor. 2, ook nog eens 2 legendaries die je dan krijgt. Oh my god. Oei, 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 oei. Ik ga voor de Koninklijk Spook. Ja, daar ga ik voor. Die vind ik zo episch. Ik vind hem echt heel erg leuk verzonnen door Clash Royale. En ik gebruik hem al heel erg lang voor mijn deck. En het werkt. Het werkt gewoon. Dus dit is een heerlijke pack opening. Laten we dan nu meteen eventjes het skeletleger van mij met 20.000 upgraden. Hoppakee. Ja hoor, komt er weer één skeletje bij. Varkensruiter van mij. Oei, oei, oei. Daar hoef ik nog maar 24 van te hebben. Dan heb ik hem level 9. Wij gaan gewoon weer een potje spelen met iemand uit mijn clan. Supercell. En Supercell is volgens mij best wel hoog aan alles. Als iemand zoiets neerzet, dan doe ik meestal meteen een vuurbal. Kijk, hoppakee. Dan haalt hij er maar één elixir uit en is dat ding gewoon weer weg. Wegwezen met dat ding. Ik ben heel erg benieuwd wat hiervan terecht gaat komen. Ja, ga je meteen zo'n grote neerzetten? Bam, gek. Zo, hij heeft er zin in, die vriend van mij. Die Supercell in mijn clan. Gaat dat ook werken? Oh, dan heb je die vervelende. Hoppakee, wegwezen. En dan varkensruiter erachter. Kijk eens even. Meteen die damage doen. Gewoon gas erop. Hier, bam. Slaan, varkensruiter. Slaan. Oh, ik vind dat zo'n chille kaart, hè. Ja, die gaat wel kapot. Door die Inferno-toren. Tornado? Wauw. Inderdaad, wauw. Oké, ik denk dat dit gewonnen is. Ik zet maar gewoon wat kaarten in. Ik denk dat diegene niet meer serieus gaat spelen. En dat vind ik geen probleem. Dat betekent gewoon een gratis winst voor mij. Kijk, dan spammen we ook gewoon alles. Hoppakee. Easy win. Echt heel erg easy, zeg. Hopsakee. 3 kroontjes erbij. Ja, bedankt. Jij ook. Legendarische Arena. Arena 12. Weer met Supercell. Dit is mijn arena. Hier voel ik me wel aardig thuis in. Veel succes. De tegenstanders bij elkaar level 9. We gaan zien wat er van terecht gaat komen. Misschien hebben ze wel hele epische hoge kaarten. Ga ik deze hier plaatsen? Ja. Hoppakee. Bam! Oh, dat is zo balen. Die vuurbal van mij moet ik echt gewoon level hoger krijgen hoor. Want als ik hem level hoger maak, dan is het is geen tover, die magier, ik weet even niet hoe die heet. Die is dan ook gewoon weg. Oh, ik was nog net op tijd. Zag je dat rechts? Oi, oi, oi. Ja, ik weet even niet wat ik moet inzetten tegen die tovenaar. Ah, hier zijn we nog wel goed vanaf gekomen. Dit gaat wel de goede kant op. Kijk, een Inferno-toren. Die hebben we blijkbaar allebei. Super chill. Daar komt een koninklijk spook. Bam! En bam! Dood. En nu onzichtbaar zijn jij. Oh ja, dit is chill. Doe even een... Ja, ja, die raakt ze allebei. Weg, dood, dood. Boom! Oh, heerlijk. Sla maar met je schep. Sla maar met je schep. Hoppakee. Mijnenveger heet hij volgens mij. Dacht ik zo. Oké. En wat gaan we nu doen? Ja, ga je de kobolderton? Daar gaat hij. Die kan zo vervelend zijn. En al helemaal als iemand hem dan ook nog gaat klonen. Oei, oei, oei. Dat is echt vervelend. Kijk, dan heb ik nog een Inferno-toren. Oh, nice. Goede timing hoor. Goede timing. Ja, heerlijk. Niks aan de hand. Dit lijkt allemaal heel spectaculair, maar niks aan de hand. Kijk, dat lossen we gewoon heel erg mooi op. En dan gaan we naar de tegenstander. En die heeft nog maar 330.
Ik denk dat nog minder gaat worden. Kijk maar. Oh! Oh, zagen jullie dat? Oh, dat was zo gemeen. Oh, kijk. Ja, je moet ze niet te dicht op elkaar zetten, want boem, ze zijn er zo allemaal weg met zo'n vuurbal. Oh, dit maakt niet uit. Zet jij die maar neer, zet ik deze neer. Dan gaan we er zo langs. Later springen we over het riviertje heen. Eén klap en boem. Naar de overwinning. Wat vind je daarvan? Hopsakee. Oh, 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 oh. Wat gaat hij nou voor geks doen? Wat gaat hij nou voor geks doen? Ik doe er even mijn tovenaar. Oh, hij zet nog een Inferno-toren in. Super nice. Oh, ik moet mijn vuurbal hebben. Dus wat doe ik nu? Ik doe even skeletten, zodat ik snel iets heb ingezet, zodat ik de vuurbal kan sparen. Is niet nodig, zie ik, maar ik wilde die vuurbal wel zo snel mogelijk weer op hebben. Die kan gewoon heel erg het verschil maken. Nou, zetten we deze hier nog neer, maar veel bijzonders gaat er niet meer gebeuren. Boom. Ja, dames en heren. Dit was een heerlijke overwinning. 1 kroon. Maar goed, ik vind het helemaal mooi. Daardoor hebben we wel gewonnen. Zo, nu wil ik nog even iemand anders de beurt geven. Er zijn ondertussen 8 mensen online, zoals jullie zien. Super chill. Het gebeurt wel vaker. De hoogste wat online was bij mij in mijn clan was echt iets van 15 mensen of zo. Super tof. En dat is dan tijdens de clankist, weet je wel. Tijdens de clankist dan zijn er veel meer mensen online. Iedereen die wil die kronen gaan halen voor die clankist. Iedereen wil zo snel mogelijk die clankist unpacken. En dat snap ik ook. Het is ook heel erg leuk om die te unpacken. En al helemaal natuurlijk als je een legendary krijgt. Oh jeetje, hij heeft die X-boog. Die zie ik steeds vaker. Dat is best wel een goede kaart is dat. Even kijken, ik denk dat we even... Want die grote is nu aan het tanken. Dus dan ga ik er even met mijn varkensruiter heen om dat ding kapot te slaan. Maar dat gaat niet helemaal goed, helaas. Nou, op zich pakt het nog prima uit. Kunnen die vleermuizen... Nee, die gaan nu dood. Ah, die doen toch wel aardig wat damage, zie ik. Zo, die vleermuizen. Hoppakee, die ridder die maakt het wel af. Nog 1 hit. Oh, nice. Nog 1 hit. Oké, dit wordt wel een leuk potje. Dit gaat spannend worden. Oeh, heerlijk is dat, hè. Heerlijk, als je dan zo'n vuurbal gooit en ze zetten er nog net even wat neer wat je dan meepakt met die vuurbal. Oh, dat is zo'n lekker gevoel. Oké. Dan ga jij dat doen? Dan ga ik dit doen. Ik ga maar lekker schieten op die Inferno-toren. Hoppakee. We hebben niks mee te maken. Oké, nou schiet allemaal op de skelettenleger. Wow, die X-boog die kan ver schieten, hè. Dat is niet normaal. Kap nou eens even met al die dingen waardoor ik die X-boog niet weg kan halen. Kijk, hoppakee. Jeetje, hij heeft wel veel van die gebouwen die hij neerzet, zeg. Hoppakee, die linkerkant. Oh, die vleermuis die doet damage. En dan ook nog die prinses op de achtergrond. Kusje naar de prinses. Dat doe je lekker, schat. Dat doe je lekker, schat. Hoppakee. Zetten we deze hier neer. Met deze erbovenop. Bam. Nou, zetten we hier skelettenleger neer. Niks mee te maken. Kijk. Hoppakee. Oh, skelettenleger vind ik zo relaxed, hè. Doen we deze even erop. Hé, die varkensruiter zit vast. Doen we deze even erbovenop. Boom! Oh, wat heerlijk. En dan pakken we die rechte toren. Die pakken we ook meteen mee. Die mag mee naar huis. Komt ie maar. Tovenaartje, die wordt niet gehit door die boomstam. Hopsakee. Oh, die tovenaar die doet ook pijn hoor. Op die toren. Oei, 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 oei. Ja, dit pakt gewoon perfect uit. Hier kan wel van alles neerzetten. Nu maakt niks uit. We hebben gewonnen. Heerlijk. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Goed gespeeld, bedankt en veel succes in de toekomst. Duimpje omhoog. Dan, hey, dat heb je goed gedaan. Zo, ik heb alleen maar van die normale kistjes gekregen. Eigenlijk wat ik doe, en daarom heb ik ook zoveel edelstenen, dat als al mijn kisten vol zijn, dan maak ik er eentje open. Weer die bommengooiers trouwens, daar krijg ik echt heel veel van. Zodat als ik een potje speel, ik gewoon altijd ruimte heb voor een kist. En dat ik op die manier zeg maar nooit een kist misloop. Maar dat ik gewoon weer nieuwe kistjes kan openmaken. Ah, kijk, even iemand anders met wie ik meespeel. Warriors Tas. Of ik weet eigenlijk niet hoe je zijn naam uitspreekt. Veel succes trouwens. We
Gaan we meteen zo beginnen? Oké. Als ik nu een vuurbal had, hè? Ah, kijk. Hij heeft een vuurbal. Lekker hoor. Want het ziet er dan heel ernstig uit, weet je wel. Dan denk je, oh nee, kijk hoeveel die tegenstander inzet. Niet normaal. Ja, goed gespeeld, Warrior Tas. Niet normaal. En dan doe je één vuurbal erop. Bam. Alles weg. Heerlijk is dat. Nou, hier kunnen we wel skeletten leeg voor gebruiken. Kijk. Dan doe ik mijn vleermuis erachteraan. Ah, dat is jammer. Zoom. Die zapper, die is ook echt heel chill. Zappen. Even lekker zappen. Veel succes. Maar we hebben nog helemaal geen damage gedaan aan de toren. Oké, toch wel. Net als ik het zeg, dan komt de damage op de toren. Bam. Oh nee, wat deed je? Wauw. Hij zegt tegelijkertijd, oeps, duimpje. Nee joh. Oh. Hij zette die bliksem te laat in. Te vroeg bedoel ik. Oh, dit is lekker hoor, dat die tovenaar op dat op die kanon gaat. Oké, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Wat is wijsheid? Zeggen ze dan wel eens. Wat is wijsheid? Doe gewoon even een redder. Een redder? Ja, hij redt ons. Dat is gewoon is geen ridder, dat is gewoon een redder. En doen we deze erachteraan. Oh. Yes. We hebben de eerste hit gedaan op hun toren. De eerste drie hits en dat pakt meteen heerlijk uit. Ik vind het helemaal mooi. Kijk, vuurbal, snel vuurbal. Oh, yes, ik heb ze allemaal. Nice. Oh, dit gaat lekker. Goede strategie, Warrior. Goed gespeeld. Oh, toch niet. Oh nee, dat ging... Nee, dat neem ik terug. Oh, hebben we die weer. Alweer gewoon. Oké, kom op. Ja, vuurbal. Bam. Kom op, nog één hit. Kom op, koninklijk spook. Yes! Lekker hoor. En dan gaan we nu mijn favoriete combinatie doen. Een ridder en dan... Oh, nee, verpest hij het nou? Ja, volgens mij wel. Nee, hij verpestte het. Mijn varkensruiter wilde er langs, maar dat ging niet helemaal goed. Nou, dan doen we toch even een vuurbal. Bam! Oh, wat heerlijk. Ah, dit is Bala. Hij wordt nu ook aangevallen door die andere toren. En dat scheelt toch wel altijd heel erg veel damage. Oké, hoe gaan we dit nu weer aanpakken? Ja, we hebben weer een vuurbal nodig. Ja, kijk, en hij pakt weer een vuurbal. Hoe heerlijk is dat? Dat is echt heel heerlijk hoor. Ja, die Warrior Tas die zit wel op hetzelfde gedachte als ik. Oh. Laat die babydraak maar gaan. We moeten nu knallen. We moeten nu knallen in die laatste 40 seconden. Het is een nek aan nek race, dames en heren. Het is een nek aan nek race. We gaan er gewoon voor. Oh. Wat gebeurt hier toch, dames en heren? De allerlaatste secondes die gaan tikken. Die gaan tikken. Ik kan de klok gewoon horen. Ik weet niet wat ik allemaal zeg. Oh. Dit kan heel pijnlijk gaan worden. Oh. Ik heb bijna geen kaarten meer. Nee. Nu zet hij die in. Oh. Nee, skeletten die verbranden allemaal in de lava, in de poison bedoel ik. Nee, mijn batterij leeg. Oh, nee. Nee, de ridder. Nee. Het scheelde zo weinig. Oh, het scheelde zo weinig. Oh, dit is echt heel erg balen. Ik ga nog één potje doen, dames en heren. Mijn batterij is ook bijna op, dus ik hou het niet heel erg lang meer vol. Het zou zonde zijn als mijn telefoon uitvalt, want dan is ook mijn hele opname weg. Oké, veel succes. En we zetten als eerste straks een Inferno-toren neer. Ik ben heel erg benieuwd hoe dit potje gaat. Kom op, het allerlaatste potje. Dit zou toch gewoon lekker een mooi, goed, spannend potje moeten worden. Dat zou wel fijn zijn in ieder geval. Daar hou ik wel van. Het is namelijk wel chill met de clankist als je gewoon superveel achter elkaar wint. Maar normaal gesproken, als de clankist er niet is, dan ben ik wel super blij als je gewoon spannende potjes hebt. Deze vuurbal voor mij was echt verschrikkelijk. Oeps. Die was echt freaking waardeloos. Die miste ik gewoon heel ongemakkelijk. Oh nee, nu heeft hij van die gunstelingen daar. Oh, waar gaat dit heen? Waar gaat dit heen? Nou, ik denk dat we er nog aardig goed vanaf komen. Oh, mini Pekka. Ik zet links gewoon koninklijk spook. Ik push ook even de andere kant. Daar moet ook wat gebeuren, vind ik.
En dat pakt goed uit. En die koning Turkspook die hakt lekker op de toren in. Oh, hij doet de verdubbelaar. Oh, dat mocht niet heel erg mooi uitpakken. Doe even deze. Ik weet dat hij een bommen gooien heeft en een tovenaar. Maar ik wil dus heel even tegenhouden. Nee, geen bommetje gooien. Ah, dat bommetje doet ook pijn, hè. Net als de tovenaar. Die doet echt veel damage. Maar kom op, we kunnen het. Veel succes. Blauwe duimpjes. Er zijn 5 mensen ook uit mijn clan aan het kijken. Superleuk. Wat is verstandig om nu te doen? Ja, zo'n grote inzetten. Oké. Okay. Ik wacht ook meestal een beetje af wat mijn teamgenoot doet. En dan probeer ik daar een beetje op in te spelen. Nu doe ik... En natuurlijk wat de tegenstander doet. Oh, jammer dat je die babydraak niet erbij hebt. Maar die babydraak die moet wel weg. Ja, hij doet ook al... Zo'n vervelende... Zo'n help op. Laten we deze eventjes doen. Die raakt en de reus en die raakt die magier. En die magier die moet echt heel erg snel kappen. Oké, die is dood. Goed zo. Nu hebben we die vervelende varksruiter nog. Die is nu ook dood. Ja, en dan nu moeten we nog een move maken waardoor we... Ja, pak die bil. Dan ga ik erbij langs met een varksruiter. Nee. Oh, nice. Oeh, dat was heel erg nice. Goed gespeeld. Hij zette die vuurgeesten neer en die tegenstander gunstelingen. Bam, in één keer weg. Ja, het is goed dat hij de vuurbal deed, want anders dan ging die rechter toren gewoon aan. Vleermuizen, snel vleermuizen. Waar gaat dit heen? Dit kan... Oh nee, die had net geen damage. Oh, vervelend. Zagen we dat? Hij sprong in de lucht en ging dood. Nog 10 seconden. Bam. Kom op. Rechts. Alles via rechts. Oh nee, links heeft 1000. Ja, maar je moet iets. Je moet iets en zo. Gaan we dan via links? Gaat dat lukken? Ja, 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 ja. Ja. Ja, dat meen je niet. Het laatste potje wat ik zei. Het moet spannend zijn. En hij is spannend. Oh, wat heerlijk. En meteen een gouden kist. Hopsakee. Prima, ik ben helemaal tevreden. Heel erg bedankt. Willen jullie nou iets speciaals zien in Clash Royale? Laat het mij weten. Wil je bijvoorbeeld dat ik met een compleet legendarisch deck ga spelen? Wil je dat ik misschien een keertje met D ga spelen? Of nog een keertje met Quinn? Of moet ik met iemand anders spelen? Laat het weten in de reacties. Ik wil jullie voor nu bedanken voor het kijken. En als je toevallig nog dat blauwe duimpje omhoog bent vergeten, doe dat dan nog eventjes. Zou ik heel erg tof vinden. En mocht jij op de hoogte willen blijven van alle video's, dan kan je natuurlijk abonneren. Maar al helemaal, om op de hoogte te blijven, moet je even op dat belletje drukken daar beneden. Heel erg bedankt daarvoor. Ik zie jullie bij een nieuwe video. En voor nu, peace.